je foto's? Oké, als ik ergens veel vragen over heb gekregen, is het: waarmee bewerk je foto's? Wil je een keer een video maken hoe je foto's van Instagram bewerkt? Hoe bewerk je je foto's? Groot worden met YouTube en stoppen met school? Of doorgaan en een goede baan? Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een Q&A opnemen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden en blijf vooral even zeker kijken, want ik heb heel veel vragen voor jullie ontvangen. Als allereerst wil ik een disclaimer. Ja, ik zweet. Ja, ik heb een staart in. Oh, het is echt killing. Maar het is nog 's ochtends, hè? Ik wil graag filmen, dus vandaar, dan weten jullie dit in ieder geval. Laten we maar gewoon snel beginnen, want ik heb echt een hele leuke vraag gekregen. Dus let's go. Valt jullie iets op? De belichting. Ik heb een nieuwe lamp en daar ben ik heel blij mee. Dus ik hoop dat jullie het ook veel fijner vinden om straks naar te kijken. En ja, ik wens jullie veel plezier bij deze Q&A. Oké, ik heb dus allemaal vragen op Instagram gekregen. Ik had, want je hebt nu op Insta Story kun je zo'n vraag stellen en dan kunnen mensen antwoorden geven. Of in ieder geval ook vragen stellen. Je snapt vast wel wat ik bedoel, in ieder geval zo'n sticker is dat. En ik heb gevraagd, of ik heb gezegd dat ik een Q&A ging opnemen en of jullie vragen voor mij hadden. En ik heb heel veel vragen gekregen en dat is dus via Instagram gebeurd. Dus laten we maar gewoon snel beginnen, dan ga ik wat uitzoeken. Oké. Ik weet gewoon niet waar ik mee moet beginnen. Danique die vraagt aan mij, hoe heb je je vriend leren kennen? Nou, dat is echt een heel kort verhaal, want hij is blijven zitten. En ik ging naar de derde klas. En toen was hij dus blijven zitten en toen kwamen wij elkaar in de klas. Dus ja, zo heb ik hem leren kennen. Gewoon via school. Oké, Amber die vraagt, wat is je grootste droom? Ik heb ook vragen gekregen waar ik echt over moet nadenken. Zoals dit, weet je wel. Van oké, wat is nou eigenlijk mijn grootste droom? Ik denk bij mijn vriend. Nou, ik wil heel graag naar Amerika laten als ik iets groter ben. En dan echt zo'n roadtrip, weet je wel. En door allemaal leuke steden. En ik denk dat dat wel echt mijn grootste droom is. Gewoon lekker rondreizen in Amerika. Ja, ik ben echt naar Amerika. Maar ik ben ook weer naar Afrika en zo. Dus ik denk gewoon rondreizen. Gewoon de wereld langs en kijken wat er allemaal nog is en zo. Vind je je broertje ook zo leuk? Jan Julius, AFCA, Sharon en jou. Tuurlijk vind ik jou leuk, altijd. Iemand vraagt, wat wil je later worden? Ja, nou kijk, vroeger wou ik altijd juf worden. Daarvoor wou ik altijd tandarts worden. Echt, vraag me niet waarom. Dat is wel echt heel erg veranderd. Want tegenwoordig, ik weet niet zo goed wat ik wil worden. Echt, ik heb niet echt een beroep of zo. Maar ik zou wel echt heel graag een beetje de kant op willen wat ik nu ook doe. Dus YouTuber, nou ja, YouTuber worden, dat kun je echt nooit weten. Maar zoiets lijkt me heel erg leuk. En ik ga een opleiding doen wat ook een beetje met dit allemaal te maken heeft. En ik zou dan wel de redactie in willen of de reclamekant wereld in willen. Dus ik denk zoiets, maar ik weet nog niet echt precies wat. Echt, als ik een beroep moet noemen, dan weet ik het niet. Mijn nichtje Pien Gorten vraagt, wat zou je nog willen bereiken met YouTube? Kus Pien. Dat is ook een goeie. Wat ik nog zou willen bereiken, ja tuurlijk, ik wil groter worden. Ik heb nu de 1000 abonnees, maar ja, nu is mijn volgende streep al 2000, 3000, 4000, 10.000, weet je wel. Dus ik zou echt heel erg graag willen groeien. En als jullie tips voor me hebben, moet je het ook gewoon achterlaten, dan kan ik daar wat mee. En ja, wat zou ik nog willen bereiken, echt bereiken? De 10.000 abonnees, ja. De 10.000, dat is wel echt een... Cool, ja. Hoe hoop je jezelf over 10 jaar te zien? Dat zegt Sanna Reefhuis. Hoe ik mezelf over 10 jaar hoop te zien? Ik hoop heel erg ontwikkeld. En dat ik heel veel heb geleerd en zo. En ik hoop nog steeds iets met YouTube of zo. Ja, het lijkt me echt heel leuk. Maar ja, ik zie het wel. En ik hoop ook gewoon dat ik met mijn vriend samen ben. En gewoon leuk, gezin, familie. Huis, weet je wel, dat. Ik denk dat heel veel dat wij hebben. Oké, iemand zegt, Niels Eckel zegt appel of peer. Ik denk appel, ja. Hoe ben je erop gekomen om een YouTube kanaal te starten? Nou, die vraag heb ik heel vaak gekregen. En eigenlijk komt dat omdat ik echt al vanaf groep 8 misschien al wel. Ik ga nu studeren, dus dat is wel een groot tijdsverschil. Toen keek ik al YouTube, echt elke dag. En elke vlog, en mijn zus zei ook altijd... Vind je dat leuk? Weet je wel, elke vlog van mensen kijken en zo, dat soort dingen. Ik zo, ja, ik vind het leuk. Ik keek gewoon echt elke video.
bijvoorbeeld van Beauty Gloss, die keek ik echt al sinds groep 8, dus tot aan nu, elke vlog. En zo had ik dat met heel veel YouTubes. En op een gegeven moment dacht ik, oh, dat vind ik echt leuk eigenlijk, weet je wel. Gewoon met je eigen leven laten zien, een beetje filmen en dat je mensen hebt die je niet kent en die reageren onder je video's en zo, dat soort dingen. Dat... En ik dacht echt, oh, dat wil ik ook. Nou, ik durfde dat nooit, want ja, weet je, je bent heel jong en wat de fuck zouden mensen dan niet denken, weet je wel. En nou, op een gegeven moment, ik begon met de iPad, ik kreeg een iPad. En toen begon ik daar gewoon, die begon ik neer te zetten. En dan, ik droeg nog helemaal niet make-up of zo, maar als ik dan mascara deed, dan zette ik hem neer. En dan ging ik vertellen over de mascara en dan deed ik die op en hoe ik mijn haar deed. En ik heb die laatst teruggezien en ik dacht echt, wat doe je? En dan had ik mijn haar los en toen zei ik ja, en dan moet je even een beetje toeperen, een beetje haar hakken. En slaat echt helemaal nergens op. Maar in ieder geval, ik was dus vroeger al echt bezig met filmpjes maken en gewoon, weet je wel, hoe de echte YouTubers dat ook allemaal deden. En toen begon ik met een blog. Oké, dit is echt een heel lang verhaal, maar maakt niet uit. Ik begon met een blog schrijven. En ik weet nog wel dat om me heen, heel veel mensen vonden dat heel leuk. Maar ook heel veel, of nou ja, heel veel. Dat viel eigenlijk nog wel reuze mee, maar ik was zeg maar echt jong, hè. Ik was, ik ben nu 17. Ik was denk ik een jaar of 12, 13. En... ja, er waren mensen die dat raar vonden en dan had ik bijvoorbeeld, weet ik veel, een blogpost over nieuwe kleding wat ik had gehad en ja, ik weet niet, het was toen nog helemaal niet groot YouTube en bloggen, weet je wel. Iedereen dacht, wat doet zij, weet je wel. Maar op een gegeven moment was ik daar ook mee gestopt omdat ik er eigenlijk ook geen zin meer in had om te schrijven. En toen heb ik heel lang gezeten van, oké, ik wil YouTuber, maar ik durf het niet. Ik krijg weer reacties, weet je wel, en dat soort dingen. En tot vorig jaar, zomer, toen kreeg ik een camera. En toen dacht ik ook echt, oké, als ik een camera krijg, ga ik het gewoon doen. Weet je wel, als ik gewoon koop, dan ga ik het ook gewoon doen. En dat boeit me niet, ik vind het zo leuk, ik wil het al zo lang en ik kijk het al zo lang, dan doe ik het gewoon, weet je wel. Dus oké, het zeg echt vaak, weet je wel, dat is echt stop. Dus toen was het zover, toen ging ik met mijn vriend op vakantie, toen ging ik sfeerbeelden maken en toen dacht ik, weet je, ik ga dat gewoon lekker editen en ik zie wel of het leuk is en of ik het online gooi. Nou, toen heb ik het online gegooid, want ik vond het echt heel leuk geworden. En ja, daar heb ik eigenlijk ook heel veel leuke reacties over gekregen en toen dacht ik ook echt, oké, fuck it, ik doe het gewoon. En eigenlijk heb ik ook helemaal geen negatieve reacties gehad. Vast wel onderling tussen mensen, maar helemaal niet zo tegen mij. Ik heb juist heel veel leuke reacties, ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. En dit was echt mijn droom van kleins af aan. Dat ik dit stiekem al wou, maar nooit durfde. En ik heb het gewoon gedaan. En dat is ook mijn tip naar jullie, of aan jullie. Als jullie iets willen, gewoon doen. Echt, ik heb er echt geen spijt van. Ik vind het heel leuk. En mensen kunnen altijd wel wat vinden, maar ja, dat blijf je toch wel houden. En als jij het leuk vindt, dan moet je het toch ook gewoon lekker doen. Dus zo is eigenlijk het gekomen dat ik begon met YouTube. Ik durfde het nooit, dus deed ik het gewoon en here I am. Next, dit was echt een groot verhaal, of lang verhaal. Oké, wat vind je het leukste aan YouTube? Ik denk de interactie, of nou ja, dat heb je niet echt. Maar dat ik dingen leuk vind, dat ik mijn passie met jullie deel en dat ik daar jullie inspiratie mee kan geven, zeg maar. Je snapt me wel. Dat zei trouwens Marit Brugman. Iemand stuurt een dilemma. Groot worden met YouTube en stoppen met school of doorgaan en een goede baan? Dan denk ik echt groot worden met YouTube en stoppen met school. Want ik wil echt verder met YouTube. En als je daar groot mee kan worden, dan kun je daar ook je baan van maken. Dat is gewoon helemaal top. Dus dan zou ik sowieso stoppen met school. Zou je een keer een pashokje shop nog willen maken? XXX jaren. Tuurlijk, dat wil ik nog gaan doen. Ga ik doen. Wat is je favoriete ontbijt? Voor de mensen die mijn video's elke keer nog hebben gekeken, morning routine, daarin staat het. Het is echt heel slecht, maar het is gewoon echt mijn ding. Yoghurt met die Choco Kellogg's Pops dingetjes. Ja, moet je die video maar kijken, het is echt super lekker. Hoe bewerk je je foto's? Oké, als ik ergens veel vragen over heb gekregen, is het... Waarmee bewerk je foto's? Wil je een keer een video maken hoe je foto's van Instagram bewerkt? Hoe bewerk je je foto's? Heel lang verhaal. Namelijk, edit is echt mijn ding. Daar ligt echt mijn hart. Ik vind dat heel erg leuk om te doen. Dus daar ben ik dan ook wel lang mee bezig. Nou ja, nu valt het wel mee omdat ik het gewoon zo vaak doe.
Maar ik kan maar heel lang mee bezig staan dat ik het helemaal perfect wil hebben. Ik bewerk met verschillende apps, met FiestoCam, met Snapseed, met soms PixArt en Afterlight. Dus dat zijn allemaal apps waar ik mijn foto's mee bewerk. Heb je tips voor beginnende YouTubers? Nou ja, ik zie mezelf ook nog wel zo'n beginnende YouTuber. Mijn grootste tip is, wees lekker jezelf. Want mensen kijken naar jou en dat doen ze niet zomaar. Dus ja, ze vinden je waarschijnlijk leuk of een inspiratie. Dus vertel wat je wil, doe wat je wil en leg dat vast. En natuurlijk is er nu zoveel concurrentie, want iedereen heeft wel YouTube of iets in die trant. Dus om echt groot te worden, dat is natuurlijk heel lastig. Maar ik denk dat je daarom een onderscheid moet maken in uniek zijn. En daarbij bedoel ik gewoon lekker jezelf zijn. Probeer op een gegeven moment als je echt merkt van oké, dit wil ik echt langer volhouden. Dit wil ik echt voor altijd gaan doen. Om de kwaliteit te verbeteren. Zoals ik heb nu een spiegelreflexcamera. Dat is van Canon. Daar begon ik al gelijk mee. Nu heb ik dus gisteren een filmlamp gekocht. Maar ja, je kan het ook gebruiken voor foto's. En ja, dat is toch weer een uitbreiding. En een statief, weet je wel. Om de kwaliteit te verbeteren. Dus ik denk dat je op een gegeven moment een beetje in de kwaliteit moet investeren. En wanneer je merkt dat het ja, goed gaat, dan is het echt top. Maar zo niet. Blijf gewoon lekker jezelf en blijf het lekker doen wat jij leuk vindt. En dat is denk ik ook wel een beetje mijn belangrijkste tip. Wees creatief, blijf jezelf en probeer op een gegeven moment een beetje te investeren in de kwaliteit. Want ik denk dat je zelf ook liever kijkt naar YouTubers die het goed voor elkaar hebben dan slechte beelden, weet je wel. Dus dat is denk ik mijn grootste tip. Blijf bijvoorbeeld 1 keer per week een video uploaden. Ja, zodat je volgens wel weet waar ze aan toe zijn. Dus dat een beetje. Wat is je favoriete eten? Oeh, ja. Nou ja, ik zou heel gauw zeggen sushi. Maar ik denk niet dat het maar echt het beste is ever. Ik denk pizza. Dat is echt mijn ding. Ja, pizza. Hou je van sushi? Ja, ik hou heel erg veel van sushi. Waar koop je meestal je kleren? Daar kijk ik eigenlijk gewoon altijd wel in elke winkel. Maar als ik echt moet kiezen van waar koop ik meestal mijn kleren. Pull&Bear, Bershka, Most Wanted en My Jewelry. Hoe lang heb je al met je vriendje? Bijna 2,5 jaar. 12 augustus heb ik 2,5 jaar. Af met de laatste vraag, want anders wordt de video denk ik ook wel heel erg lang. De vraag is, welke Netflix series heb jij gekeken? Valt eigenlijk best wel mee. Oké, daar gaan we. Pretty Little Liars, aanrader. Ik denk dat iedereen die al wel een keer heeft gekeken. Teen Wolf, wel leuk. Vampire Diaries, ben ik afgehaakt. Wel ver gekomen. Shooter, kijk ik de hele tijd door, zeg maar. Shooten is echt leuk. Ik denk niet dat iedereen het leuk vindt. Oeh, kom op Floor. Riverdale, ben ik ook afgehaakt. Ik kijk op dit moment 13 Reasons Why. Nog meer allemaal gekeken. Mij vergeet ik echt de helft, maar in ieder geval dat. En als ik echt één goede serie moet zeggen, ik vergeet echt wat. Oh ja, Gossip Girl, tuurlijk. Als ik één echte serie moet aanraden, Pretty Little Liars. Heb jij nog goede suggesties voor een leuke Netflix serie? Laat het even hieronder weten, want ik ben altijd into iets nieuws. Laat even jouw leuke series weten die ik nog niet heb gezien. En ja, dan sluit ik hierbij de Q&A af. En laat me weten welke video jij nog meer wil zien. Ik hoorde dus de Paswalkie Shop blog, nou die ga ik ook weer filmen. Abonneer je op mijn kanaal. Oh, speaking of, doen jullie al mee met de winnaars op mijn Instagram account? @FleurDelphi, je kan een Tommy Hilfiger shirt winnen en een G-Star zonnebril. Ter waarde van 195 euro dat pakket. Dus doe zeker even mee en ga kijken op mijn Instagram account voor de voorwaarden. Of kijk deze video. Ik zal hem hierboven even linken. Tot de volgende video. Doei!